President Desi Bouterse heeft vandaag de wet controle valutaverkeer en transactiekantoren bekrachtigd, ondanks protesten vanuit de gemeenschap, de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven en de Surinaamse Bankiersvereniging. De wet zal door het ministerie van Binnenlandse Zaken afgekondigd worden en dan in het Staatsblad worden opgenomen, meldt het Nationaal Informatie Instituut in een persbericht. Volgens de wet mogen er geen cashvaluta-transacties binnen Suriname worden gedaan. Het doel is de vraag naar cashdollars te stoppen of omlaag te brengen. Girale valuta-transacties mogen wel. Verder wordt in het bericht van NII verduidelijkt dat iedereen zijn valuta mag houden. Dat geldt ook voor valuta op de bank. Echter mogen alleen betalingen in het buitenland worden verricht. Valuta mag wel worden gelicht van de bank, maar niet voor gebruik in Suriname. Voor de cambio's geldt dat ze alleen valuta mogen opkopen en niet verkopen. De valuta moeten ze binnen 2 werkdagen aan de centrale bank verkopen. Contracten in valuta waarbij cash wordt betaald, moeten uiterlijk een maand na afkondiging van de wet in SRD worden omgezet. Exporteurs zijn verplicht om 60% van hun valuta-inkomsten te storten voor de Centrale Bank van Suriname. Wie zich toch niet houdt aan deze regels, krijgt geen toestemming om meer te exporteren. Daarnaast moet de Centrale Bank van Suriname elk kwartaal een rapport publiceren over de valuta-inkomsten en de valuta-uitgaven. Indien uit het rapport blijkt dat de inkomsten minder zijn dan de uitgaven, zal de import van niet-essentiële producten verminderd worden. De regering hoopt op deze manier de export te bevorderen. Wie zich niet houdt aan deze wet zal gestraft worden. Volgens de wet economische delicten benadrukt het NII in het persbericht afkomstig van het kabinet van de president.